Nou, welkom bij een nieuwe vlog. Ik dacht, ik ga vandaag weer een keertje vloggen. En ik ben hier met mijn liefde. Hoi. We hebben nog niet heel veel gedaan vandaag. We hebben samen gedoucht en we hebben niet echt ontbeten. Ik ga straks naar een vriendin toe die zwanger is. Dus ik ben wel heel benieuwd. nou ja, niet alleen omdat ze zwanger is, maar gewoon. Ik heb haar de hele tijd niet gezien, dat is leuk. En ik heb gisteren deze koekjes gebakken. Super easy. Het is echt alleen maar één banaan. En 3/4 cup kokosnootvlokken. Dat zijn best lekker. Dus ik heb er 2 als ontbijt genomen. Er zit geen suiker in ofzo. Het is alleen banaan en kokos. En ik heb er een beetje kaneel bij gedaan. Dus best wel gezond. En ik heb net guacamole gemaakt. Met maar 1 teentje knoflook tot mijn grote spijt. maar ik kan die vriendin niet aandoen om vette knoflook te eten nu. Dus gewoon guacamole. En ik heb een stokbroodje, een bruin stokbroodje in de oven. En die moet er even 8 tot 10 minuten zijn. En dat, het is nu 11:30. Dus ik ga nu even middag eten. En dan ga ik rond 12 uur richting die vriendin met mijn koffer. Want ik ga daarna meteen door naar mijn moeder. Ik denk niet dat ik bij die vriendin ga filmen. Misschien heel kort, maar ik denk het niet. Ja, ik heb haar ook een hele tijd niet gezien. Dus ik vind het gewoon aso om dan... Nou, ik heb haar echt 3 jaar niet gezien of zo. We zijn vroeger heel lang ook vriendinnen geweest. Dus ik vind het echt aso om daar binnen te komen van... Yo, hier, camera in je face. Je bent zwanger. Leuk. Gefeliciteerd. Kijk naar de buik. Weet je wel, dat is echt... Dat is gewoon... ik vind dat gewoon aso. Dus dat ga ik niet doen. En daarna ga ik met mijn broertje richting mijn moeder toe. En dan gaan we daar chillen. En misschien naar mijn zusje. Want mijn zusje gaat vandaag voor het eerst turnen. Dus misschien dat we daar gaan kijken. Maar I don't know. En ik heb mijn wenkbrauwenkit mee. Dus ik ga mijn wenkbrauwen verven bij mijn moeder. En ik ben heel benieuwd. En dus dat. En ik heb mijn koffer al ingepakt. Mijn koffer is echt... ja. Hé, waarom heb je een sok op mijn koffer gelegd? Wat kan. Stiekem wilde die een aandenken voor me meenemen. dat ik een aandenken mee. Ik zie Jeff gewoon een halve week. Nee, we zijn echt... meestal zien we elkaar wel heel veel per week. Het wordt even verdrietig. Nee, ik vind het heel leuk. Ik dacht, ik ben de rest van de week vrij, dus ik ga gewoon naar mama. En even kijken, sokken die ik aan ga doen, riem die ik aan ga doen. Kleding voor een halve week. Maar hieronder zit ook nog mijn camera. En ik heb ook nog danskleding mee, want mijn zusje wil altijd graag dansen. Dus ik dacht, laat ik dit keer maar mijn danskleding meenemen en mijn sport-BH, zodat ik gewoon kan dansen zonder dat mijn boobs alle kanten op gaan. Want dat doet pijn. En too much information. En ik ga even mijn outfit laten zien. Ook al is hij nog niet compleet, want ik heb nog geen riem om. En ik ga nog all-stars aandoen. Maar ik moet toch nog op mijn stopwatch wachten. Dit is mijn outfit of the day. Lekker wazig. Maar high-waisted skinny jeans. En van de Monkey. En deze trui komt van Passport. Dat is een merk. Ja, een beetje onbekend merk. Maar mijn moeder die had het. Ik heb hem eigenlijk van mijn moeder gegeven. Dankjewel, mama. En die riem komt uit. Ik heb ooit een keer in Spanje gekocht. Volgens mij bij Stradivarius. En mijn sokken Primark. Basic bitch. En ja, ik hoop dat mijn stuk wel bijna klaar is. Nog 3 minuten en dan kan ik hem lekker eten. Why are you so pretty? Oh my god. Wat is met jou? Dit jongetje. Lekker. Yo! Ik denk dat het een soort halve week vlog wordt. Ik ben bij Bar geweest en ik heb er niet gefilmd, ook omdat ze geen make-up op had. En ik ben met Bello 2 uur in de trein gezeten, dus dat was heel gezellig. Nou, en mama kijkt heel boos naar mij. Ja, ik ben nu bij mama en we gaan nu eten. Jij zou toch stoppen met we gaan, we gaan hamburgers eten. En dat wordt waarschijnlijk heel lekker. En ik hoor mensen al zuchten dat ik vlog. Ja! Blijkbaar was iedereen blij dat ik gestopt was. Ja! Nee, grappig. Ik wel. Where's the love? We gaan hamburgers eten. Uien, sla, tomaten, augurk, pitta broodjes. En ik weet niet wat er verder eronder zit, want we komen hier net aan. Dus. Nou, ik heb mijn onesie aan en ik ga lekker slapen. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd, maar ik ga gewoon een soort compilatie maken van meerdere dagen achter elkaar. Dan hoef ik minder te filmen en kan ik meer met familie zijn. Maar kan ik wel de leuke momenten voor jullie vastleggen.
En dan is het voor mij ook niet zo stressvol dat ik heel veel content moet maken in één dag of zo. Morgen ga ik waarschijnlijk mijn wenkbrauwen verven. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat dit keer wel lukt, want ik heb het 1 keer eerder geprobeerd en toen lukt het niet. Maar nu heb ik een speciaal ander stofje erbij gekocht. De ontwikkelaar of zo. Lansie is hier, hoi. En dus ik ga dat even uitproberen morgen. En ik hoop dat het lukt. Ik ga het filmen voor een ander kanaal, maar ik ga het denk ik vloggen. Dat ik mijn wenkbrauwen verf. Dus dan kunnen jullie het ook gewoon zien op dit kanaal. Ja, dus dat eigenlijk. En ik ga nu slapen. Ik hoop dat de katten zich gedragen, want we hebben hier 4 katten. En de vorige keer dat ik hier sliep, toen gingen ze dus steeds allemaal lawaai maken en zo. Terwijl ik ook aan het slapen was en voordat ik ging slapen. En dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, maar ik hoop dat ik een fijne nachtrust heb. Dus tot morgen. Doei! Goedemorgen. Nou, in Nieuw-Vennep lag het er niet, maar hier ligt er wel sneeuw. Oh. En ik heb net een video geëdit. Ik heb de voice-over gedaan, dus ik kan weer in de tas. En hij is nu aan het exporteren. Het is niet voor het YouTube kanaal, het is Only Life, maar een ander kanaal. Daar vertel ik misschien nog een keer over. En nu ga ik denk ik me aankleden en zo. En dan ga ik straks een video opnemen. Die ligt daar. En dat is wat ik voor nu ga doen. Dus ik ga even schoon ondergoed en zo pakken. Of nou, ik ga misschien eerst ontbijten. Ik weet nog niet welke volgorde ik ga doen. Maar mama heeft net een kopje thee gebracht, dus dat is heel lief. En dan ga ik naar beneden en dan getting my shit together. En ik neem jullie mee vandaag. Mijn ontbijt en 2 crackers. Misschien neem ik er later nog meer. Eentje met pittige hummus en eentje met een soort van groentespread. Lekker. Dat is de pittige hummus. Volgens mij van de Aldi of de Lidl. Die is heel lekker. Daar zijn echt allemaal verslaafd aan je. En deze is een vegetarische spread. Paprika chili. Deze is ook van de Aldi. Erg lekker. En ik vind het hier zo mooi. Het schijnt ook heel veel licht naar binnen. Echt mooi. Oké, dit is de mes. En dit is de filmplek. En de wenkbrauwverf zit nu op mijn hoofd. Ik moet wel even kijken hoe laat het is. Want die moet 30 minuten intrekken. Een moment toch? Oké, het is nu 2 uur. Dus dan 2:30, dan kan het eraf. Misschien ga ik deze video ook op mijn Nederlands kanaal doen. Ik weet niet. Ik ga even kijken. Maar in ieder geval, dit zie ik er nu uitzien. En dit ziet er echt niet uit. Maar ja, alles voor de wenkbrauw. Ik hoop dat het werkt. Nou, ik heb vandaag niet veel meer gefilmd, maar het komt erop neer dat mijn wenkbrauwen verven niet gelukt was. Ik ga vandaag. Dus ik heb voor niets geld uitgegeven aan die wenkbrauwverf. En nu gaan we spaghetti eten. Ja. Met niet-vegan en vegan saus. Tomatensaus. Je ziet niks, maar ja. I promise you, it is lekker. Oh, ik ben zo moe. We hebben net een soort documentaire iets gekeken. Het is hier autistisch, heet het. En het gaat over autistische mensen. Het is best wel interessant. En nu ga ik slapen. En dan zie ik jullie morgen wel weer. Het zijn allemaal korte stukjes van de dagen. Maar so be it. En ik plak meerdere dagen achter elkaar. Dus jullie zullen vast nog wel lang materiaal hebben om vandaag om in deze vlog naar te kijken. Maar ik ga lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Filmt hij nou? Ja. Ik heb jullie gisteren iets nog niet verteld. En het was niet dat ik er heel erg mee zit of zo. Want ik kan het in maart weer herkansen. Maar ik kreeg gisteren te horen of ik mijn scriptie wel of niet gehaald had. En ik heb hem niet gehaald. Dus mijn scriptie moet nog waarschijnlijk heel wat aangepast worden voordat die goed is. Want je haalt niet voor niets een onvoldoende. Als het maar 1 of 2 dingetjes waren die fout waren, dan zou het wel voldoende zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar de feedback. Ik krijg dinsdag te horen wat er fout was eraan. En dan moet ik hem in maart weer inleveren.
besteld. En vandaag wil ik Jess ophalen uit school. Ik denk niet dat ik het ga filmen, want dat vinden die kindjes misschien raar. Dan wordt ze misschien ermee geplaagd of zo. Ik weet niet. Maar op de middelbare school zijn ze wel kritisch van wat ik hoor. Jess kwam aan met een Samsung en toen zei ze, ja, dat is echt skeer. Dus alleen als je een iPhone hebt, is het duur genoeg. Maar als je een Samsung hebt, dan is het skeer. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb een Samsung, maar ik voel me echt totaal niet skeer. Ik heb echt zoiets van, ja, ik ben al blij dat ik een beetje een goede telefoon heb. Ja, maar blijkbaar ben ik skeer. Dus ik ga me aankleden en zo, dan ontbijten. En dan ga ik Jessie ophalen. Dus ik neem jullie vandaag weer mee. En vandaag is denk ik de laatste dag dat ik jullie meeneem. En daarna ga ik lekker weekend vieren. Want morgen komt er ook een video online natuurlijk. Volgens mij komt een video online dat ik... dat ik boodschappen shoplog. Dus die heb je vorige week kunnen zien. Dat is niet waar, want ik plaats deze vlog waarschijnlijk eerder. Ik weet niet wanneer ik deze vlog online ga zetten. Vaag. Ik weet het niet. Maar ik kijk wel. En er ligt nog steeds sneeuw buiten. Wahey. Nou, ik ben alweer omgekleed. En we gaan straks Jessie ophalen. Dus ik ben benieuwd hoe ze reageert en of we haar school mogen zien. Dat zou ook wel leuk zijn. Wie weet. Hey boy, hey. We zijn... Michiel en niet op beeld. Moet je niet achter me fietsen. Kijk. We zijn on our way. To Jessie. En we hebben dit stuk nog nooit gefietst. Dus we hebben Google Maps gelukkig. Maar anders wisten we niet hoe we naar de school moesten komen. Dus. En er komt een auto aan. Dus. Maar het is helemaal niet zo koud meer. Het is echt best wel lekker weer, vind ik. Zonnetje schijnt. Perfect weather, you know. Hallo, we zitten nu in de auto. We gaan Jess ophalen. Maar Michiel heeft Jess uitgebracht met de auto. Ik vind het toch wel stoer dat Michiel heel goed auto kan rijden. Ik bedoel, ik zit nu gewoon met mijn kleine broertje die auto rijdt. En ik kan nog niet eens auto rijden. Dus ik vind het wel cool dat we dan de auto mee hebben. We gaan samen op pad. Ik heb eigenlijk nog nooit met jou... Oh. Ah ja. Ik heb nog nooit alleen in de auto gezeten terwijl de auto rijdt met alleen mijn broertje. Altijd met ouders erbij. Yeah. Dus we gaan nu Jess ophalen. Ze weet niet dat we komen, dus ik ben benieuwd of we er mee krijgen. Dus spannend. En je rijdt wel goed. Het is toch best wel een dunne weg. Een tegenligger. Ja, je kan ook niet zomaar met z'n tweeën over die ene... Ja, wat dat betreft denk ik dat het nog wel lastig gaat worden met rijbewijs. Echt. Ja, hier ik is echt... Ik ben groot licht. Ik zie nog even krijgen. Zie je geen... Fuck? Ja, ik zie het wel goed. Ja, maar je weet wat ik bedoel. Ja, oké. Het is wel heel donker hier. Kijk, het is echt zwart hier gewoon. Ja, we hebben het Jess opgehaald. Ik heb het best wel koud en ik ben moe. Dus ik ga slapen. Ik denk dat ik hierbij ook de soort van halve week vlog afsluit. Dus bedankt voor het kijken. Ik weet niet wanneer de volgende vlog is, maar dat zien jullie dan wel. En... Tot de volgende keer. Bye!